Ja, de eerste periode hadden we misschien een beetje geluk hier en daar. De bal viel er net in. En de periode daarna zal het net tegen. Die bal waar de eerste periode erin ging, ging de tweede periode net mis. Oké, okay, jongens, drie keer raken beginnen we. We hebben vooral na de periode, eigenlijk na de winterstop, hebben we echt een mindere fase gehad met deze jongens. Ja. Dus het was in het begin, tot we weer een overwinning kregen, voor 4 weken geleden. Heb je een beetje een met een mes tussen de tanden gevoel vandaag? Nou ja, we hebben is lang geleden dat we voor SDC hebben gewonnen. Kan ik me zo niet herinneren. Dus het zou wel mooi zijn als er vandaag een keer kan gebeuren. Als we vandaag 3 punten pakken, dan zijn we er wel. Ja. En dan mag je op voor na competitie promotie? Dan gaan we voor het toetje in de na competitie. Ja. Ja, is het nog echt het voelen als een toetje? Ja, absoluut. Absoluut. Voor ons is dit, dit is wel echt uniek voor MVV. Zover zijn we nog nooit gekomen. En ook, we hebben nog nooit, sinds 1968 dat we tweede klas spelen. Ja. Nou, en gelijk een periode pakken is wel heel erg uniek, ja. Ja, goed, het zijn jonge jongens, dus en het bleef voetbal, maar de motivatie is altijd goed hier. Ja. Bijna elke ploeg heeft nog belang, er gaan er ook 3 of 4 kunnen eruit, dus vooruit weer zit je er zo onderaan weer bij. We moeten er zeker alles aan doen om te winnen vandaag, om vandaag al veilig te spelen en dan kunnen we ons richten op de na-competitie. Ja. De laatste punten nog om nog te pakken en dan is het en dan na-competitie. Het is echt een vrees voor degradatie, is er nooit geweest. Bij mij niet. Na de periode is een klein dipje geweest, maar ik denk van vanaf vandaag 3-0 voor met de rust, gaat allemaal goed komen. MVV 1 motiveert ons naar het kampioenschap van MVV 4 en wij behouden de tweede klas hier. Ze hadden een klein setje nodig, een klein setje vandaag nodig en dan een keer de razen vandaag. Dippie. Maar was het niet toch wel iets meer dan een dippie? Ja, dat weten we zelf eigenlijk ook niet echt. Was voor ons gevoel ook een beetje pech. De eerste wedstrijd veel geluk gehad en nu hebben we misschien een beetje geluk. En we knokken er met z'n allen voor, dus ik denk dat het wel terecht is. Ja, en de trainer heeft het over een toetje dan die na-competitie. Dat voelt ze ook zo? Zeker weer inderdaad. Lekker, zin in. Ja, toch? Ja. Wat verwacht je daarvan? Ja, niks. Ja, we hebben niks te verliezen, dus we gaan wel kijken. We gaan ons best doen en dan zien we het wel.